De Curaçao Tourism Board, CTB, heeft afgelopen zaterdag op feestelijke wijze de vierde eendaagse infomarkt geopend. Deze vond plaats op het parkeerterrein van TBL Cinemas. Het doel van deze beurs was meer Surinamers als toeristen naar het eiland te trekken. De infomarkt bestond uit Curaçaose bedrijven en hotels die middels het uitdelen van folders informatie verschaften over hun organisaties. Daarnaast hebben ook Surinaamse reisbureaus en vliegmaatschappijen deelgenomen aan de beurs. Zij hebben met acties voor tickets naar het eiland op hun eigen manier Curaçao aantrekkelijk gemaakt voor de Surinaamse toerist. Agnette Kingswijk, beleidsmedewerker op het ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao, weet dat Suriname moeilijke tijden doormaakt. Volgens haar kan niet een ieder over het algemeen een ticket kopen of het zich permitteren op reis te gaan. Maar Curaçao is echter een uitzondering, zegt Kingswijk. Voor zij die reeds plannen, of misschien zij die het verlangen hebben. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn die het verlangen hebben ooit op vakantie te gaan. En Curaçao is niet ver van Suriname. Het is maar 2 uurtjes vliegen en het is een betaalbare bestemming. Dus vandaar dat wij hier zijn om ons eiland te promoten. Dat kom naar Curaçao, het is mogelijk om naar Curaçao te komen. Ook al is het moeilijk. Ik weet dat het een beetje moeilijk is in Suriname in deze tijd. Maar het is toch wel mogelijk dat je naar Curaçao kunt komen en dat je dan alle informatie krijgt. Om als je naar Curaçao komt, waar je kunt verblijven en wat het gaat kosten. Er zijn ook een SLM is er ook, Fly Always zijn is er ook. Dus je kunt dan informatie krijgen over ticketprijzen als je naar Curaçao wil komen. Volgens Janine de Wind, marketing manager van de Curaçao Tourism Board, is zij met een delegatie van 14 personen, bestaande uit hoteliers, touroperators en Corinde vrijhandelszone naar Suriname gekomen. Het streven is dat we volgend jaar teruggaan naar het oude niveau, zegt de Wind. Ik denk nu dat wij meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben die ook naar Curaçao vliegen. Ja, dat heeft dan geholpen. Ja, dat heeft dan geholpen om de vluchten, dus tarieven, wat lager te houden vergeleken met een paar maanden geleden. Dus daar kunnen we inspelen. We doen ook met de hotels. We weten wat de situatie is hier in Suriname. Van, geef de Surinaamse reizigers een speciale tarief. Maak het wat aantrekkelijk. Geef dan een added value van een beetje meer waarde voor wat ze moeten betalen om met Curaçao te gaan. En op Curaçao natuurlijk. We hebben nu heel veel appartementen. We hebben net een auditie gehad van controle van alle appartementen die op Curaçao zijn. Dat is gedaan door het Curaçao Toeristenbureau en een andere organisatie. Dus nu weten we de criteria die wij willen. Janine de Wind, marketing manager voor de Curaçao Tourism Board. Zij sprak zaterdag tijdens de eendaagse Curaçao Infomart, die voor de vierde keer is gehouden in Suriname en wel op het parkeerterrein van TBL Cinemas.